De basisdebutant Yakuro Roemer met nummer 19 viel uitstekend in Den Haag. Stapte het veld af met een aantal assists. En Yakumakis dus in de punt van de aanval. Goed voor 16 goals. Henk Veerman 11, de nummers 1 en 2 op de topscorerslijst van Nederland. Wie voert vandaag de boventoon? De spits van Heerenveen of die van VVV? Voor de volledigheid nog even de 11 namen van Hans de Koning. Dus op 1 positie gewijzigd ten opzichte van de 4-1 in Den Haag. Roemer in plaats van de geschorste Van Krooi. De nieuwelingen Gouwara en Da Grazia achterin. Verzekerd inmiddels van een plek in de basis. De Koning had ook kunnen gaan schuiven met Machias en dergelijke. Maar hij heeft gewoon gekozen voor Roemer. Een rechtsbuiten voor een andere rechtsbuiten. En dit is het elftal van Johnny Jansen. Ook weer terug op de bank. De trainer van Heerenveen met De Jong op 10. Halilovic als controleur naast Veerman. Floranus terug na zijn coronabesmetting. En voorop Van der Heijden, Henk Veerman en Mitchell van Bergen. Johnny Jansen moest dus 2 wedstrijden noodgedwongen thuis bekijken. Allemaal richtlijnen over de waarden in het bloed. Afijn, hij is er weer bij. John laat die bal lopen en lanceert zo zichzelf. Daar trapt Floranus in. Roemer naar de eerste paal. Yakumakis, dat is het beoogde doelwit natuurlijk. Maar goed, Mulder had het ook al in de gaten. Halilovic in de rug gelopen. Nog verder van Blank. Machas. 9 wedstrijden op rij, geen winst voor Heerenveen. 10 op rij. Dat overkwam ze voor het laatst in 2002. Halilovic. Van Bergen. Floranus met de loopactie buitenom. Van Bergen. Daar is Henk Veerman. Sterk. Veerman. Onmogelijke hoek. En hier gebeurt niets wat een penalty zou moeten opleveren. Net genoeg lastig gevallen. En dan komt hij vervolgens niet tot een lekkere poging, Henk Veerman. Machas. Gewoon weer herstel dus. Nog altijd Machas. Roemer heeft de ruimte. Die wil wel in de 1 tegen 1 met Woudenberg. Dus komt Van der Heijden de dubbele dekking verzorgen. Maar kan de voorzet niet voorkomen. En daar is John. Staat daar iemand met een andere naam, dan is het nu 1-0. Maar goed, die staat daar niet. Natuurlijk moet je letten op Yakumakis. Maar dat betekent niet dat je de andere spelers van VVV gewoon zo'n vogeltje vrij mag laten. Je moet het ook niet overdrijven. Beide elftallen houden elkaar voorlopig prima in bedwang. Dat zorgt ervoor dat het nog niet echt een spektakelstuk is om naar te kijken. Drezevic. Als de Veerman diep gaat en die perfect bediend wordt, en dan kan Veerman net niet zijn naamgenoot bereiken. Machas. Nu is hij verlost van Van der Heijden. Zit er wat tempo in die aanval. Geniet Roemer vrijheid. Is hier een kans voor VVV. Maar weer is het Joshua John die gezocht wordt. En die komt weer net niet aan die bal. Voor de tweede keer dat een voorzet van Roemer uiteindelijk net niet tot bij John komt. Van der Heijden. En vooralsnog kantelt VVV steeds geduldig mee. Dan kan Heerenveen eigenlijk niet gevaarlijk worden. Yakumakis, ja, die heeft zoveel vertrouwen dat hij het zelfs vanaf eigen helft gaat proberen. Van der Heijden, Van Bergen. Niemand die nu de linkerflank bemant van Heerenveen. Ja, dat zou Woudenberg dan in zijn uppie moeten doen. Veerman. Van der Heijden. Veerman, Van der Heijden kruipt daar bijna voor bij Gouwara. Floranus, en dit oogt in ieder geval wel gevaarlijk. De chaos-theorie bij Heerenveen doet zijn werk. Omdat niet iedereen op de meest logische positie staat. Oh.
De Jong. Als hij die bal vindt, kan hij hem meegeven aan Van der Heijden. Nou, dat gebeurt. Van der Heijden, de hoek is lastig, maar het schot wel op doel in ieder geval. En het eerste serieuze werk voor Thorsten Kiersbaum. Hier kunnen we een beetje mee kijken wat er gaat veranderen misschien straks. Geheimtaal van Spijkerman. Het is goed direct gespeeld door John Guwara. Richting uiteindelijk Drezevic. Die draagt toch echt het shirt met de pompenbladen. Sien de Jong. Van Bergen heeft de Veerman bij zich. Van Bergen. En zoekt het bij die andere Veerman. Afvallende bal, Halilovic. Veerman, dat is een goede paas. En Veerman stuit op Kiersbaum. Grote kans voor Henk Veerman. Meestal wel aan hem besteed. De paas van Halilovic hard strak in de voeten bij Veerman. En dan stuit hij op Kiersbaum. Het goede nieuws voor de Heerenveen supporter is dat de Vriezen al een eredivisiewedstrijd tegen VVV gescoord hebben. 19 eredivisiewedstrijden, 39 keer gescoord en in alle wedstrijden in ieder geval gescoord. Kortom, historisch gezien moet er een doelpunt vallen. Misschien dat Veerman dat nu kan verzorgen. Weer zo'n prachtige controle. Drezevic met de prachtige bal. Dit is zo mooi. Technisch uiterst begaafd. Da Graça verliest het van Veerman die dan in één keer richting Kiersbaum kan. Heeft Van Bergen bij zich, maar Veerman doet het vooralsnog helemaal zelf. En dat blijkt achteraf gezien niet de juiste keuze. Nog een keer Veerman. Die jaagt hem bijna de grens over. Eindelijk gaat er een keer iets mis, waardoor er ook iets gebeurt. Het gaat mis bij Da Graça, omdat Veerman hier gewoon slimmer is in dat duel. Hij kijkt wel. Doet dit ook nog wel aardig door Gelmi te passeren. Maar dan wordt de kans teniet gedaan. Masjash. John. Masjash. Zinedine Masjash. En die krult hem over het doel. Post. Halilovic. Het is wat attractiever in de tweede helft. Veerman. Daar is Van der Heijden. En schiet hij dan? Ja, dat doet hij zeker. Joey Veerman. Veerman in de handen bij Kiersbaum. Heerenveen klopt toch wat nadrukkelijker op de deur naar rust. Drezevic. Van Bergen. Post onderschept. Yakoumakis. Die heeft nog een hele lange weg af te leggen richting het vijandelijke doel. John, 1 tegen 1 met Floranus. Door die bal goed in één keer mee te nemen is hij daarvan verlost. En weer wordt die bal niet binnengelopen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Is John de aangever, moet de Roemer afronden. Opportunisme viert hoogtijd bij deze inworp. Gewoon maar een keer proberen. Hopen dat de tweede bal fortuinlijk valt. Dat is in dit geval niet het geval vanuit Heerenveen perspectief gezien. Masjas. Roemer. En daar wordt die bal bijna in het eigen doel gewerkt. Ja, als Yakoumakis of John of Roemer het zelf niet doen, dan steekt Floranus hier bijna de helpende hand toe. Had alle schijn van buitenspel. Maar goed, er wordt niet voor gevlacht. En dan is Floranus hier uiteindelijk de meest opgeluchte man aan de kant van Heerenveen. Wat heeft hij nog in petto om deze wedstrijd te doen
kantelen in het voordeel van Heerenveen. Het is nog altijd wachten op iemand die de koevoet ter handen neemt. Misschien dat er nu iets kan gebeuren. Maar Sjas krijgt hem wel richting Yakoumakis. Dan ga je automatisch naar het puntje van je stoel. En daar het eerste schot tussen de palen van VVV. Slim weggelopen. De aanname goed, maar dan is dit ook wel vrij lastig. Masjas. John, er is wel wat ruimte om in ieder geval wat fraais te verrichten. John, het is fraai. Het is heel fraai. Het is een schilderij. Het is een prachtige treffer. De meest gevaarlijke man aan de zijde van VVV vandaag doet het dus alsnog. Er is dus wat mogelijk. En hij doet het op formidabele wijze. Veerman. Daar is Veerman. Het is weer een kans voor Henk Veerman. Wel een lastige. En weer niet aan hem besteed. Wat er in 2020 keer op keer invloog, vliegt er momenteel niet in. Woudenberg. Nygren. De Jong. Nygren. En die krult hem formidabel binnen. En opluchting maakt zich meester van SC Heerenveen. Kijk, het is geen overwinning. Maar het is in ieder geval geen nederlaag. Twee bijzonder fraaie treffers, eerlijk verdeeld in een bijzonder lelijke wedstrijd, zorgen ervoor dat VVV en Heerenveen beide een puntje kunnen bijschrijven na hun onderlinge confrontatie.